Mijn naam is Bardia, ik kom uit Amsterdam en ik heb een achtergrond in marketing. En ik ben de laatste 5-6 jaar actief als zelfstandig ondernemer. En vooral met duurzame bedrijfjes. En zo ben ik ook bij Diara terechtgekomen. Normaal gesproken denk ik dat een bedrijf een pijn ziet in de markt en daarop inspringt met zijn product of bedrijf. En wij hebben in feite een technologie geërfd waarvan wij dachten, hey, daar kan je iets mee. En wat we doen is, we halen CO2 uit de lucht. Origineel was het idee om CO2 uit de cabines voor ruimtevaartpersoneel te halen. Alleen wij hebben de applicatie veranderd en het werkt nu ook in de atmosfeer. We kunnen dit op kleine schaal doen. En dat is interessant voor kleinere consumentenproducten. Alleen het meest interessante aan ons bedrijf, en ik denk ook de branche waar we in zitten, is dat wij daadwerkelijk kijken naar hoe we de grote hoeveelheden CO2 uit de lucht kunnen halen op termijn. Uiteindelijk is dat ook wat ons drijft. We doen mee met Investment Ready omdat we op zoek zijn naar een daadwerkelijk duurzame investeerder. Iemand die kijkt naar de lange termijn. Eigenlijk is er een breed scala aan markten waar we in kunnen. Alleen het is soms een beetje een paradox van waar we heen willen. En dat is op grote schaal CO2 uit de lucht halen. Dus dat is meer een milieuoplossing. En waar we nu staan. En dat is eigenlijk om een bedrijf te bouwen en ook geld te genereren. En een andere reden waarom we meededen was ook omdat we echt wilde kijken naar waar nou daadwerkelijk onze impact lag. Het is makkelijk om te stellen dat je impact maakt, maar hoe ga je het kwantificeren en wel om daar wat meer antwoorden op te krijgen. En die hebben we ook gekregen.